Alberto Stegeman over ruzie met Peter R. De Vries. Peter R. De Vries en Alberto Stegeman zijn op nationale televisie in een flinke ruzie verzeild geraakt. De misdaadjournalist sprak Alberto in RTL Boulevard aan op zijn uitzendingen over netbommen. Alberto heeft inmiddels bij Show News gereageerd op de aanvaring. Alberto vertelt dat hij zich teleurgesteld voelde tijdens de ruzie. Dat heb ik volgens mij ook wel laten blijken. Na de uitzending zijn we wel man genoeg om elkaar nog even de hand te schudden, vertelt Alberto. Het verbaast me wel, want in het verleden heeft Peter R. de Vries ook positief over mijn programma gesproken. Dat is voor mij wel nieuws. Maar ik vind het niet erg, iedereen mag van het programma vinden wat ze willen. De hele reactie van Alberto kun je in de video hierboven bekijken. In 2018 liet Alberto voor zijn programma Undercover in Nederland een nepbom achter in de kazerne van Defensie. Maar volgens Peter R. de Vries maakt Alberto hiermee schijnnieuws. Alberto ging er live op tv hard tegen in. Omdat ik elke dag op een kazerne een koffertje kan achterlaten of in een ziekenhuis of op Schiphol. Dat zijn dingen die jij vaak doet, dat je laat zien dat je met een valse pas Schiphol op kan komen. Ja, haha. Dat is nieuws dat ik elke dag kan maken, zegt Peter. Hierna volgde een heftige discussie tussen de twee. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.